Yo gasten, Frosty hier, naast mij zit Daxim. Nou, ik ben Younes, 14 jaar, ik zit bij Justin en Joni in de klas. Ik zit ook op voetbal, ik zit bij Tim en Team. FC jongen. Ja, gamen ook mijn hobby, weet je. En ja, chillen met vrienden altijd wel. Nou, Tim. Ja, dus ik ben Tim, ik ben 15 jaar. Op Xbox heet ik Daxim, die zit ook zo meteen in het filmpje. Mijn hobby's zijn voetbal, ik zit bij Unity Team en gamen. Leuk met Unity zo, beetje chillen met hem. En in deze gameplay speel ik met MPL, Silencer en Rapid Fire, zodat je veel kogels schiet en toch niet op de kaart te zien bent. Chill. Ik gebruik ook Ghost Pro, zodat ik niet op de raad te zien ben, want mensen kijken ongeveer zo'n 50% op de kaart en de rest op het beeld, want kaarten zie je gewoon stukken en gewoon heel veel, gewoon heel handig. Warded Pro, dat ik Silencer en Rapid Fire allebei kan hebben. En natuurlijk wat extra granaten. En Marathon, voor de grote afstanden ben je gewoon snel van de ene plek naar de andere. Wat vind jij ervan? Vind je dat fijn om te gebruiken ook? Wat Marathon? Ja, bijvoorbeeld. Ja, het kan wel anders zijn, maar ik zelf vind het eigenlijk wel fijner, want er zijn zoveel mensen die gebruiken gewoon claimers. En dat is gewoon niet fijn om daar de dood te gaan. En ook, je ziet ook een Sam Turtz en zo. Als je maar een eigen pro hebt, kun je ze van jou maken, dus dat is wel chill. Ja, maar Marathon is toch... Anders moet je echt uren lopen of zo bij een stukje bent om de vijand ja, te... Ja, maar het rennen kan ook je nadeel zijn, want ik heb ook wel vaak dat doordat ik ren, dat ik dan later aim. Dus dan zou je... Volgens mij is het lightweight pro dat je sneller kan aimen, maar dat weet ik niet ja, zeker. Ja, na rennen volgens mij. Of, nou ja, in ieder geval. Dan zou je dat eigenlijk moeten kunnen gebruiken, maar dat verpest dan nog een perk erbij, dus ik heb toch liever hacken. Of ja. Tactical Maps trouwens, dat is ook ja, wel dat vind ik niet handig, want bijna nooit gooien ze Nova eigenlijk. Ja, Pro is misschien wel handig voor ook concussion en zo. Maar ja, ik vind het toch, als je dan moet inleveren, moet je Marathon inleveren. Voor tegen concussion te kunnen, dat vind ik, ja, zonde, zou ik het noemen. En onze intro natuurlijk, die is nieuw, dat heeft iedereen wel gezien. Ik ben daar een tijdje mee bezig geweest, ik heb Cinema 4D helemaal... in mijn hoofd moeten stampen met van YouTube en zo. En heb ik allemaal hulpmiddelen van gehad. En heb ik geprobeerd een mooie intro te maken. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Het heeft me veel tijd en zweet en tranen gekost. Bloed, zweet en tranen, jongen. Inderdaad. En dus ik hoop dat jullie het mooi vinden. Laat jullie reactie er maar over wachten. Ja, want ik heb er veel moeite voor gedaan. En, het grappige was, de intro was eigenlijk heel anders. Maar toen we het openden waren die kleuren in één keer helemaal raar en dat vonden we eigenlijk best ja, wel mooi. Super dus. Vet, iets van regenboog of zo. Dus ja, een beetje stoneachtig iets jongen. Ja, dat is dus, helemaal jongen. Maar dus laat je reactie achter, zeg wat of je mooi vindt, of mooier dan die andere misschien. Tips? Deze wel gebruiken op zich. Dus nou, je hebt hier ook een commando opgepakt zie ik, met de ja. Noobtube. Ja, Noobtube, die zat er dan op, maar ja, daarom zou ik hem niet gebruiken. Ik vind zelf Noobtubes nooit echt fijn. Ja, ik vind het gewoon noob. Als ik het tegen me krijg, word ik al, vind ik het nooit leuk. Gewoon omdat het skillloos is. Ja, dat is mijn mening. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar... dus ik gebruik het eigenlijk zelf nooit. Hier pak ik het dan toevallig op. En Commando zelf vind ik een sterk wapen. Weinig recoil en zo. Ja, hier zag ik op de kaart dat de mensen aankwamen. Zometeen zie je dat ik een beetje camp. Nou ja, ik zeg wel wat offensief verdedigen. Ja, het is niet echt campen, want camp is echt wachten totdat iemand langskomt in zo'n klein hoekje. En dat doe je niet echt, want je weet gewoon dat ze er aankomen. Maar bij campen is het wel anders, want dan weet je het niet. Je zit er gewoon. Ja, en die berg, ik hou die bergen goed in de gaten, want daar komen steeds mensen naar. En hier had ik uiteindelijk ook 17 kills schiet. Mijn record was tot nu toe 18, dus dat was wel jammer dat ik niet... nog door heb kunnen zetten. Verder, wat vind jij de nadelen van Black Ops? Wat iedereen vindt, sowieso second chance. Echt, hoe vaak ga je daar wel niet door dood of assist? Dat zij ook jou op jou schieten en jij op hen. En dan hoor je ze dood te hebben, maar dan moet je toch herladen. En dan spray ze kaart met de triggervinger. Ja, met de pistols. En dan ben je dus gewoon dood. En als je dan bijvoorbeeld in een killstreak zit, dat is echt nooit leuk. Vraag maar aan Justin, jongen, die rage tassen.
Oh, dat is toch mooi. Ja, ik vind ook veel verbeteringen in Black Ops zitten. Zoals de verdeling van de perks. Ja, sowieso. En niet dat het bij elkaar opbouwt. En ja, de maps zijn wel mooi. Alleen als je kijkt naar Call of Duty 5, de vergelijkingen. Ik niet denk veel. Dat die van Call of Duty 5 wel mooi waren. Nou, misschien niet mooier, maar niet beter, veel verschil. Ja, ik vond het wel mooi. Ja, je ziet in ieder geval dat ik in mijn gunship ga. Hier ga ik echt heel veel kills mee halen. Dat is gewoon achter elkaar en blijven vermoorden. Dus best wel simpel. Maar ja, het is wel leuk. Ik vind dat vergeleken met Call of Duty 4, dat Black Ops veel leuker is. Ik speel nu veel meer dan Call of Duty 4. Ik was speelde... Ja, ook. En ik speelde eerst op de computer. Dus ik ben pas naar Xbox gegaan. Dus ik ben nog niet zo heel goed ofzo. Maar dat toch wel nice te scoren hier. Ja, daarom. En ik speelde altijd op de computer met sniper en zo. Ik heb ook quickscope montages. Misschien heb ik nog in een label de link ernaar. Dat kunnen jullie nog kijken als jullie dat graag willen. Nou, we gaan hem niet op het kanaal posten, want Joni en Justin willen niet. Ze willen nu meer focussen op Black Ops. Dat maakt ook niet uit, maar ja, het is toch wel een beetje jammer. Maar, ja. Ik denk dat jullie hem wel mooi vinden. Tenminste, dat hoop ik. Het is dus een wel Modern Warfare 2 montage, dus hopelijk. Ja. Ja, maar dat komt omdat ik overgestapt ben naar Xbox. Heb ik pas gedaan, want eigenlijk al mijn vrienden speelden op de Xbox, Younes en zo, Justin. Ja, dat vond ik eigenlijk gewoon veel leuker om met vrienden te spelen, want op Modern Warfare 2 had ik alleen maar één vriend die ik goed kende. En eigenlijk werd ik ook best wel ziek van het spel, al de hackers, want via computer kan je een stuk makkelijker hacken dan op de Xbox. En ja, dus ik vond het eigenlijk veel fijner op de Xbox spelen. Ik had zelfs eerst mijn toetsenbord bijna kapot gemaakt van hackers. Nou ja, maakt niet uit. Je speelt hier ook met Roderick volgens mij. Dus. Ja, en met Tom. Tom, oh ja. En wat vind je nog meer van Black Ops? Bijvoorbeeld de graphics en zo. Ik vind ze erg mooi. Als ik nu Call of Duty ga spelen, hier, Call of Duty 4, dan zie ik echt grote verschillen. Dan denk ik echt van, wat is dit voor spel, joh? Nou, Call of Duty 4 komt wel uit 2006. Tuurlijk, maar toen was het ook al een geweldig spel. Ik vind dat ze altijd zichzelf overtreffen, de makers. Alleen bij Modern Warfare 2 waren... Zeg maar, je moet... Als maker van gamers, volgens mij moet je risico's nemen. En dat hebben de Infinity Ward heeft dat ook gedaan. Alleen, ja, het is, was niet goed uitgepakt. En dan... Grote floppen. Ja, en het jammere is dan... dat je... Ja, dat ze niet zoveel patchen. En net zag je een soort jump-achtig iets. Dat kwam omdat vanwege host migration en moesten eruit klimpen. Ja. Maar dat was wel jammer. Oh ja, en sommige mensen die vinden onze stem veel op elkaar lijken. Vinden jullie dat? Ja. Oké, okay, ja. Ik zeg het allemaal hoi. Hoi. Jij eerst? Nee, ik eerst. Jij. Oké, okay, ik zeg hoi. Hoi. Nee, ik zeg hoi. Oké, overnieuw. Ik zeg hoi. Mijn stem, Taksim zegt nu hoi. Hoi. En nu voor ons het niet. Hoi. Hoi. Dus hopelijk lijkt het niet te veel op elkaar, dus verwacht ik jullie ook niet. Allebei sexy stemmen dus. Ja, godvergaal. Inderdaad. Dus onze eerste commentaar zit op bijna zich al op. Bijna op. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ja, en nog een paar minuten, je hoeft het nu nog niet te doen. We gaan regelmatig, gaan we sowieso nog posten. We blijven hiermee doorgaan. Het is nu ook vakantie, chill dus. Tenminste bij ons, ik weet niet waar, bij jullie. 2 weken, dik pak sneeuw buiten. De vakantie is over hetzelfde voor kerstmis, dus zo, ja, we zullen wel veel posten, maar het ligt ook een beetje aan Justin, want wij hebben zelf geen bezel. En Justin die moet het dan een soort van uploaden per site en zo. En Justin gaat volgende week op vakantie, dus ik hoor er nog een paar te krijgen, maar we weten nog niet. We zitten voorlopig ook nog wel even binnen. Dik pak sneeuw buiten, 15 centimeter. Doen we raampjes open. Fuck! Fucking veel sneeuw. Dus ik dacht, te koud, ik ga lekker gamen. Toen heb ik gewoon de hele dag gegamed. Dus die games komen er ook nog allemaal mooi in. Ja, als je goede scores hebt. Ja joh, tuurlijk. Jawel. Wat voor special grenade gebruik je eigenlijk? Special? Eigenlijk altijd Nova, zodat als je bijvoorbeeld een vlag wil capturen, dan gooi je Nova in één gang en dan kan je op die andere gang gemikt blijven, zodat ze eigenlijk nooit je kunnen vermoorden zonder dat je het weet. En je weet altijd, eigenlijk is een soort concussion, want je weet dat er iemand is en ze kunnen niks meer doen en je kan er zelfs mee vermoorden, dus. Ja, echt, ik vind het ook wel chill, hoor. Dus daarom, en natuurlijk de sticky grenade, vaak stik ik ook nog mensen.
Hier zie je dus dat ik wist dat iemand zat, gooi ik snel een stukje achter. Maar dit was echt een grote faal van die gast. Die loopt gewoon langs me heen, zet ze terug neer. Maar we moeten nu bijna stoppen. We hopen dat jullie hebben genoten. Geef ons tips. Geef ons thumbs up, het zou wel fan zijn. Mooi. Hopelijk vonden jullie het echt goed. Ja, dit is onze eerste. Dus zeg het. Het zou ook wel fijn zijn als jullie kanaallink aan vrienden zouden kunnen geven. Meer subs zou wel fijn zijn. Bij 300 subs gaan Joni en Justin een tour geven door een huis. Dus ik zou zeggen, zeg tegen je vrienden of zo, familie, weet ik veel. Hond, als hij een account heeft. Ja, en naar mijn Modern Warfare 2 kijken. Ja, we zetten de link in de description. Dus dit waren Daxim en Frosty. Super sexy. Dus tot de volgende keer. Yo!